We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor allerlei soorten ondernemers. En het leek me nou zo fantastisch om al die mensen bij elkaar te brengen en al die verbindingen op tot stand te brengen. We gaan het hebben over de jonge generatie, de oude generatie. En in hoeverre komen die samen? En dan maar gelijk de twee hoofdrolspelers van vanavond erbij vragen. Herman Wijfels en Danny Mekic. De essentie is dat banken gewoon dienstbaar zijn aan de reële economie. Wat is de maatschappelijke rol en taak van een financiële instelling, van een bank? Dat is gewoon leveren wat jullie als ondernemers, wat gewone mensen, gewone ondernemers nodig hebben. Nou, als het gaat over de economie en de organisatie van de economie, dan is het wachtwoord voor de komende tijd, en ik zou zeggen onthoud het goed, dat is dat we van lineaire georganiseerde economie overstappen naar een circulair georganiseerde economie. En waarvan de essentie is dat we in plaats van iedere keer maar weer nieuwe spullen pakken en nieuwe producten maken en dan weer weggooien, naar een methode overstappen waarbij we aan het eind van de levenscyclus van producten het zo arrangeren dat de grondstoffen die in die producten zitten opnieuw worden gebruikt. Ondernemerschap is namelijk per definitie kiezen voor waar je nog niet geweest bent, per definitie gaan voor een ontdekkingsreis. En ik denk dat dat vooral ook is wat we jonge mensen moeten laten zien, dat je, en zeker in relatie tot het oplossen van de crisis die er zijn, maar ook toekomstige problemen, het gaat om het vinden van bestaande, maar andere antwoorden op bestaande vraagstukken. Leef jouw toekomst. Ik ben nog niet zo oud. Maar ik weet wel dat als ik niet bepaal dat ik iets wil bereiken en daar dan volledig voor ga, dan bereik ik het ook niet. En dat had iemand me even moeten vertellen toen ik wat jonger was. Toen had ik nog het gevoel dat dingen wel aankomen waaien. Dat, cheers, dat het wachten is op een nies, als het ware. En dat die er dan uitkomt en dat dat dan je toekomst is waar je op had zitten hopen. Als het echt complex wordt, doe dan de gelukkig test. Sommige dingen moeten. Belastingaangifte bijvoorbeeld. Maar als iets niet moet, vraag jezelf af, maakt dit mij gelukkig? En als het antwoord nee is, dan is dat een serieus signaal om over na te denken. En tenslotte, ik zei het al, dat boekje van mij met al mijn angsten, ik heb het geteld. Meer dan 95% van waar ik bang voor was, kwam niet uit. En ik heb zo heel sterk het vermoeden dat dat bij jullie en help elkaar er ook van harte bij hetzelfde is. Heel veel succes met ondernemen en fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. Dank jullie wel. Ik vind het heel goed dat de Rabobank Zaland deze avond heeft georganiseerd. Omdat mensen heeft geïnspireerd. Zowel een jonge spreker als een wat oudere spreker. Ik denk dat die combinatie heel goed is. Een goede wisselwerking. Waardoor je twee verschillende verhalen hoort. Waardoor het ook niet te langdradig werd. En waardoor het voor iedereen aantrekkelijk is geweest. Ik denk dat het heel positief is voor ondernemend Zaland. Ik het leukste vind als ik van mijn studenten kan leren en studenten van mij kunnen leren. En ik denk dat als je boven de 40 open staat voor jonge mensen, dat het je ook als ondernemer kan helpen om mooie nieuwe plannen te maken voor je onderneming. Maar het leuke is dat je op zo'n manier mensen van de bank tegenkomt, terwijl ik ze normaliter alleen maar telefonisch spreek. Ja, je wilt je als consument, als klant ook veel meer verbonden voelen. En dit soort dingen doet de bank voor jou als ondernemer. Dus dat is leuk.